Goedemiddag kijkers, namens DVS TV heet ik u van harte welkom bij de wedstrijd Spakenburg DVS 33 Ermelo. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. En daar fluit de scheidsrechter voor het eerste maal. Spakenburg heeft afgetrapt, meteen een bal naar voren. Basiel kan daar goed wegkoppen. En, nummer 12 Kai Velda speelt rustig terug op Roald de Vries. De bal gaat over de zijlijn. Verdediging van de DVS moet goed opletten. Komt die corner. Bij de eerste paal hoor ik op de lat. Dan komt DVS goed weg. Mike Arends heeft nu balbezit. Ali die komt er overheen. Oh, een foutige speelbal. Camara let niet op. En wat gaat Paul Epping daar doen? En daar valt de 1-0 door een foute terugspeelbal. Basiel Camara gaat daar ook niet helemaal vrij uit. Maar de bal daarvoor was natuurlijk niet goed. Spakenburg komt op 1-0 voorsprong. Dat is al heel vlot in de wedstrijd. Ik schat dat we 5 minuten hebben gevoetbald. Van der Meijrakker. Goed verdedigd daardoor Yasin Koert. Mogelijkheden misschien nu. Dat is een goede bal op Mike Arends. Maar daar kan Ali Akla ook nog bij. Ali Akla. Mogelijkheid voor DVS nu. Komt de bal daar bij Mike Arends. En die heeft daar ruimte. Wat gaat hij doen? Dan gaat hij proberen zijn man voorbij te komen. Gevaar nu weer een beetje weg. Maar kan hij de bal nog voorzetten? En daar is de 1-1. Prachtig. Kai Velda mag de 1-1 maken tegen Spakenburg. Op aangeven van Mike Arends. In de 78ste minuut komt DVS op 1-1. Tol met de corner. Basiel Camara kan daar goed zijn lichaam gebruiken. En de speler van Spakenburg kopt de bal naast. En ik moet mijn woord gebruiken, mensen. Fantastisch resultaat hier. 1-1 Spakenburg tegen DVS. Moe gestreden, maar een fantastisch resultaat.